waar het publiek waarschijnlijk ook van zal genieten, is de naam. Feyenoord Basketbal. Ik hoop dat dat ook gaat helpen tot de naam Feyenoord Basketbal ook publiek naar de zaal trekt. Dus ik hoop dat we hier een volle zaal gaan krijgen met heel veel sfeer. En, net zoals dat ze in de Kuip gewend zijn een paar meter hier vandaan. En dat gaat helemaal op als we dat voor elkaar gaan krijgen natuurlijk. Wat merk je al van het effect van Feyenoord in de naam van de basketbalvereniging? Ja, ik op dit moment nog niet zozeer hier qua training, omdat ik echt begrepen ben met het team trainen. Maar eromheen met de geluiden die je hoort, maar ook de spelers die echt dat, zoals Ties en Michael die al wat langer spelen. Ja, die vinden het geweldig en natuurlijk hoor je heel veel Feyenoord basketbal. Dus het begint wel te leven, heb ik het idee. Dus wat mij betreft mag het wel meer gaan leven. Want wat heb je zelf met Feyenoord? Ja, ik kom uit Leiden, dus ik woon er niet al te gek ver vandaan. Dus ik volg Feyenoord altijd wel voetbal. Als ik voetbal kijk, vind ik het geweldig om de Kuip en de entourage, daar geniet ik altijd van. Maar omdat ik met basketbal zo druk bezig ben, heb ik altijd weinig tijd om zelf naar dit soort wedstrijden te gaan. Dus ik koop nu zelf ook wat vaker naar de Kuip te gaan en dan wedstrijden daar te zien. En ik denk dat het voor de groep misschien ook leuk is om daar eens een keer te gaan kijken wat voor impact het heeft, hoe groot Feyenoord is. En hoe het leeft hier in de stad. Dus, het is in elk geval een mooie vorm voor teambuilding om daarheen te gaan, naar de Kuip. Ja, dat vind ik ook. Dus het lijkt me een goed plan om daar een keer heen te gaan. Natuurlijk, iedere club heeft een logo, maar we praten nu met jou met het Feyenoord logo op je shirt. Mm-hmm. Dat moet toch ook wel iets doen? Ja, natuurlijk doet het. En voor de stad, natuurlijk doet dat veel. En ik kom uit Leiden en Leiden had je geen andere sporten behalve basketbal. Daar leeft het wat dat betreft al. Hier leeft Feyenoord natuurlijk heel erg. En natuurlijk heeft het impact op de spelers, op mij en op alles en iedereen.